Hallo allemaal, mijn naam is Sibren en welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Oké, ik ben nog steeds in Egypte en ja, er zijn hier dingen aan het drogen uit het zwembad. Maar vandaag ga ik een trui video doen. En ik heb iets uit Amerika, misschien dat de meeste mensen het kennen, Fruit Roll-Ups. En ik dacht, ik heb dat meegepakt uit een winkeltje, hier dicht bij het hotel. En dit heb ik gevonden. Ik heb dat gezien liggen in de Aldi, maar ik heb het niet meegepakt. Dus ik dacht, perfect voor het trui video natuurlijk. Dus we beginnen met de roll-up. Dit is een fruit roll-up. Het is een raar iets, maar het schijnt lekker te zijn volgens de Amerikanen. Volgens de Amerikanen is dit letterlijk hun snoep. Meer eten zij niet echt van, ja, andere dingen eigenlijk, ja. Hoe kan je het anders doen? Maar ik ben nu de roll-up aan het open doen. Ik weet niet hoe dat werkt, maar blijkbaar zit dat plastic letterlijk aan mijn snoepje gemengd. Dus ja, ik moet dat dan weer oprollen, net dan moet je dat eten. Maar je plastic moet je er zelf van doen, dat is wel logisch. Ik heb dat gevonden bij een winkeltje bij het hotel. Maar nu het plasticje ervan natuurlijk, en dan kunnen we misschien eten. Yes, kijk, het is een regenboog. Nu nog oprollen natuurlijk. Oké, een beetje opgerold, maar niet echt perfect zijn natuurlijk. Een beetje zo doen misschien, misschien dat dat helpt. Smaakt een beetje zoetig. Maar ja, mango-achtig. Maar ja. Kan ik daar niks aan doen, hè? Maar zoals dat jullie waarschijnlijk al weten, moesten jullie mijn video's kijken. Ben ik bezig met dingen in Egypte natuurlijk, maar ook om video's te plannen voor jullie. Ik ga vanavond ook nog dingen halen voor in video's. Heel zoet. En dan kunnen jullie dat morgen natuurlijk zien. Morgenavond komt die video online. Shout-out naar mijn klas. En shout-out naar jullie natuurlijk. Fruit roll-ups, ja. Op 10. .5/10. Nu gaan we naar Fresh Life Strawberry Peach. Er waren ook nog andere smaken, maar ik heb deze meegepakt. Het zijn een soort muntjes dat wel cool zijn. We gaan zien dat ze lekker zijn. Zo zien ze eruit. Je kan ze in de Aldi halen bij in België. Ik heb ze nu in de Aldi Market nep gepakt. Maar je kan ze normaal ook in Nederland in de Aldi krijgen. Of bij andere dingen. Maar het ziet er goed uit. Het is strawberry peach. Ik hoop dat ik het lekker vind. Dus. Het is wel goed. Ja, het kan natuurlijk wel beter. Maar ik denk dat de anderen misschien beter zijn. Ik zou echt geen idee hebben ervan, maar ja, het kan natuurlijk allemaal, ja. Maar ik heb nog iets en ik denk dat jullie dat misschien gaan kennen uit België, maar ik heb het nog nooit geprobeerd. Het is namelijk Fanta sinaasappel. Ik heb dat nog nooit gedronken, maar oké. Het kan zijn dat het lekker is, het kan zijn dat het smerig is. Ik heb het ook al gezien in totaal, maar ik heb het nog niet gedronken. Gewoon sinaasappelsap, maar prik, ja. Veel valt er niet van te zeggen.
Misschien dat jullie het al kennen, misschien dat het nog niet uit is in België, dat weet ik niet. Dus wat hebben we geprobeerd? Roll-ups, fresh mint en Fanta. Oké, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Peace out! 2 minuten goed douchen.